Minister Seudin ontkent belofte van 150 visvergunningen aan Guyana, een oprakeling van een oude zaak. En Surinaamse minister in contact met vader van mogelijk geradicaliseerde jongeman in Syrië. En Suriname heeft nog 20 wetten nodig voor de NRA, anders worden ze geblacklist. Goeiedag, dit is Regio Nieuws TV Suriname van 21 juni 2024. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Minister Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft stellig ontkend dat er ooit 150 visvergunningen aan Guyana zijn beloofd. In een interview op Papinti verklaarde hij: er zijn nooit 150 visvergunningen beloofd aan Guyana en niemand weet waar dit vandaan komt. Seudin benadrukte dat hij momenteel zelfs vergunningen aanvragen van Surinamers afkeurt. Hoe moet ik dan 150 visvergunningen goedkeuren voor de Guyanezen? Hij stelde dat Guyana probeert hun illegale vissers in Suriname te legaliseren, wat volgens hem onaanvaardbaar is. De minister gaf aan dat Guyana in 2020 aanvankelijk om 25 BV-vergunningen vroeg voor vissers langs de Corentijnrivier, wat in overweging werd genomen. Maar plotseling begonnen ze SK-vergunningen te eisen en daarna 150 SK-vergunningen. Aldus Seudin. Hij ontkende dat er beloften zijn gedaan en zei dat Guyana een bereidheid om ernaar te kijken als een belofte interpreteert. Ondanks kritiek van de Guyanese vicepresident zegt Seudin zich hier niet druk om te maken. Als dit gebeurt is het hek van de dam, waarschuwde de minister, die stelt hard op de rem te trappen in deze kwestie. In het Regio Nieuws TV Suriname van 13 oktober 2022 maakten wij al melding van de commotie die was ontstaan in de Nationale Assemblée na een mededeling van Melvin Bauva dat er wel degelijk afspraken gemaakt zijn en toonde hij het parlement een kopie van de mail die was verzonden naar diens Guyanese collega Mustafa Soufikar. Met het interview van Seudin worden oude afspraken en toezeggingen in een sluimerend conflict weer over de visserij opgerakeld. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken heeft contact gelegd met de vader van een Surinaamse jongeman die mogelijk betrokken is bij radicale groeperingen in Syrië. De 19-jarige werd op 14-jarige leeftijd aangehouden op verdenking van ISIS-betrokkenheid en verblijft momenteel in de Panorama-gevangenis. Het ministerie verzamelt informatie via internationale kanalen en overweegt een consulair bezoek vanuit Marokko of Parijs. De jongeman zou op 11-jarige leeftijd zonder medeweten van zijn vader naar het buitenland zijn meegenomen. Ramdien benadrukt de gevoeligheid van de zaak en roept landgenoten op zich niet schuldig te maken aan strafbare feiten in het buitenland om negatieve aandacht voor Suriname te voorkomen. Suriname moet rond de 20 wetten aannemen volgens het NRA-rapport om niet geblacklist te worden. En dat is aangehaald tijdens de vierde nationale compliance-debat door de TAPTO Groep NV en Delta Capita. Het thema van dit jaar is Risk-Based Approach. En NDP-parlementariër Melvin Bauva zegt dat het niet haalbaar zou zijn om deze wetten in korte tijd te behandelen. Suriname maakt zich momenteel klaar om een rapport in te dienen bij de Caribbean Financial Action Task Force en zal worden beoordeeld. De officiële beoordeling zal in november 2025 plaatsvinden, maar Suriname moet zich nu klaarmaken voor de halfjaarlijkse plenaire vergadering die deze maand nog zal plaatsvinden. Tijdens het debat, dat van 19 tot en met 22 juni gehouden wordt, zal men praten over de blootstelling van landen aan terrorismefinanciering, witwas, proliferatie en corruptie. De economic officer van de Amerikaanse ambassade, Chris Valdez, stond in zijn uiteenzetting stil bij het belang van compliance voor Suriname. Vooral als ze zaken willen blijven doen met Amerikaanse bedrijven. Valdez voert aan dat Amerikaanse bedrijven graag werken in een veilige en transparante omgeving, zonder corruptie en friends and family situaties. Amerika zal Suriname ondersteunen bij pijnpunten op het gebied van compliance. Aldus Valdez. En tot zover Regio Nieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuws melden kunt u doen aan suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube en spreekt het nieuws u aan. Like ons en vergeet niet
u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.